Bij WoonTips zijn we op zoek naar alle woonmogelijkheden in Nederland. En vandaag ben ik op bezoek bij gemeente Ede en ik ben heel benieuwd hoe het er hier aan toe gaat. Dion, kun je wat vertellen over de historie van deze gemeente? Uiteraard, een rijke cultuurhistorie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Ede een belangrijke rol gespeeld in de bevrijding van Nederland. Zo hebben hier de airborne landingen plaatsgevonden op de Ginkelse Heide en die worden ook ieder jaar herhaald. Daarnaast is Ede ook garnizoenstad geweest, dus we hebben een rijk militair erfgoed in deze stad. En er zijn diverse archeologische vondsten te zien in de omgeving bij het middelpunt van Nederland of bij de Celtic Fields en die zijn te bezichtigen. En bij WoonTips bekijken we natuurlijk altijd alle woonmogelijkheden. Ja. Hoe zit dat eigenlijk hier? Ja, er zijn diverse woonmogelijkheden. Je kunt in het centrumgebied wonen in een appartement, maar je kunt ook zoals hier op een oud kazerneterrein aan de rand van de Veluwe je eigen huis bouwen. Oh super. Ik vind dat huis ook wel heel gaaf. Kan ik daar even met de bewoner praten? Zeker, laten we naartoe gaan. Oké, leuk. Elise, jij woont op de kazerne. Dat klopt. Waarom heb je daarvoor gekozen? Het is een prachtig oud gebied met mooie gebouwen. Maar je hebt ook de Veluwe in je achtertuin. Dus je bent met een paar minuten, kan je gewoon heerlijk wandelen in het bos. En ik zit dicht bij het station en bij het centrum. En toch is alles gewoon heerlijk rustig. Super fijn. Nou, ik ga nog even verder kijken. Dus goed, geniet ervan. Dankjewel. Ja, Dion, superleuk dat ik net even een bewoner heb mogen spreken. Maar ik vraag me dan af, als ik hier wil wonen, dan kan ik dus zelf een huis gaan bouwen hier. Ja, hoe werkt dat precies? Je neemt contact op met de gemeente. Je kunt daar de kavel kopen. Je schakelt een architect in. Vervolgens laat je het huis bouwen en niet te vergeten, daarna ga je lekker in wonen. Frederik, we staan in het centrum van deze gemeente. Wat heeft dit centrum allemaal te bieden? Dit centrum heeft veel te bieden. Het heeft leuke winkels, het heeft leuke koffieachtige shops waar je lekker koffie kunt drinken en kunt lunchen. Er zijn conceptstores, die komen er steeds meer. Je kunt naar concerten, klassieke concerten in de concertzaal. Er is een cultureel centrum waar je met je kinderen heen kan voor muzieklessen, dans en tekenen en schilderen. Je kunt er 's avonds ook naar de Schouwburg. Er is een bioscoop waar je lekker naar de film kunt. Ja, genoeg te bieden. Wij sluiten altijd af met een woontip. Heb jij nog een goede tip voor ons? Ja, ik zou zeggen, zoek vooral een leuke stad waar je balans kunt vinden in wonen, werken en vertier. MUZIEK